Dit is Gelderland Helpt. Vandaag hebben we dieren. We gaan zingen. Taart eten. En wist je dat er hele bijzondere piano's staan in het Muziekmuseum in Zutphen? Ah, dat is het ook. We beginnen met het badpak van Inge de Bruin. Ik ga op bezoek bij Bernard en die heeft een hele bijzondere hulpvraag. Want hier in dit depot verzamelt hij hele bijzondere stukken van de Olympische Spelen. Ja, we hebben hier fantastische spullen. Ja, uit een hele lange tijd Olympische Spelen, maar ook sporterfgoed. Ja. Wel een beetje voor mijn tijd, maar... Deze man die ken ik wel. Ja, Anton Geesink. Anton Geesink. Ja, in 1964 toen hij de gouden Olympische medaille won in Tokio. Dat was een hele grote man. Vandaar ook dat we dat willen tot zijn recht willen laten komen. En zijn ook bezig om of we daar een goede etalagepop voor kunnen vinden. Maar die zijn niet te koop. Nee. Maar dat is wel bijzonder. En dat is dus wat hij heeft aangehad. Ja. Mag er wel aan zitten eigenlijk? Ja hoor, als je het heel voorzichtig doet. Ja. Schaatsen van Sjoukje Dijkstra, 1964, gouden medaille, Innsbruck. Sjoukje Dijkstra is na 1964, toen is de medaille, toen is ze gaan schaatsen voor Holiday on Ice. En daar hadden ze natuurlijk showpakjes. Nou, die waren in dat jaar paars. Moest daar een ander plaatje bij. Ja, vandaar dat deze schaatsen zijn overgeschilderd. Ja, en zijn kleurtje ze niet echt meer origineel natuurlijk? Maar... Nee, maar nog steeds wel. Van haar. Ja, nog steeds wel. Toch Olympische schaatsen. Ja. Heel veel collectie staat dus op internet met een fotootje. Zodat je dat kunt zoeken. Als je bijvoorbeeld nu googelt op internet Sjoukje Dijkstra schaatsen. Nou, 9 van de 10 dat je deze schaatsen ook op internet zult vinden. En daarnaast doe ik gewoon ook onderzoek om te kijken of dat wel klopt. En ook, ik heb ooit, toen ik begon, gezegd, waarom zijn deze schaatsen paars? En ook dat heb ik op moeten zoeken en daardoor kunnen toevoegen aan het verhaal. Als je dat verhaal niet kunt vertellen, dan zijn het gewoon maar schaatsen. Dit is de fiets van Joop Zoetemelker waarop hij de Tour de France gewonnen heeft in 1980. Dus toch ook, ondanks dat het niet olympisch is, een heel bijzondere fiets. Deze fiets is ook al heel wat keertjes in andere plekken geweest, op tentoonstellingen. Ja. Want ja, hij is heel gewild. Die hebben echt zoiets van... Hij is heel gewild. Het is bijna een heilige fiets. Ja. Hij had meerdere fietsen, maar... Ja, dit is dé fiets. Hoe weet je dat dan zeker? Daar moet ik ook een beetje gevoel voor hebben. Nou ja, kijk, hier het bordje van nummer 11 is toch wel heel bepalend. Waardoor er echt maar één fiets is en die hebben wij. Dat zegt genoeg. Het is leuk, hè? Lekker een beetje mode bekijken. Hartstikke retro. De meest aftandse dingen er soms bij. Dat kun je toch ook niet meenemen, hè? De ceremoniële kleding van de teams. Die werd door Moskou zelf als uitgedeeld. Geel hebben we wel gekregen, maar heeft het Nederlands team niet ingelopen. Nee, dat kan wij hadden oranje en blauw. Nou, dit is natuurlijk een beetje... De tulpenjas. Dit is een klassieker. Dit is nog wel mooi. Ja. Toch? De kleur van de vlag. Vind ik wel. 92, Barcelona. Ik weet het ook allemaal precies natuurlijk, maar dit is dan wel een beetje, met alle respect hoor, maar echt een beetje een buschauffeur die zou het geloof ik toch nog niet aan willen. Ja, je zult het niet geloven, dit is 1988, Seoul, maar we hebben daar een prijs voor gewonnen, voor het mooiste. Dat meen je ook gewoon serieus. Pak, ja, ja, ja. Dit was het pak in 2004 van Athene. Dat is toch even heel wat anders en zo. Ja. En 2004 was volgens mij ook het jaar waarin Inge de Bruin toch ook... Het heel goed gedaan is. Ja, precies, klopt. Dus
hoor, dat iemand mis. Ja, allebei. Max en Annika. Die opgetild worden niet gedaan. Wendt het, zo'n aankomst? Nee, het was echt weer kippenvel toen ik aankwam, hoor. Absoluut. Ja, dat doet wel te rond met je, hoor. Ah, dat het is pak, het ook. Het pak van Inge de Bruin. Ligt uit de verstoffer zo. Ja, ja. Met de bekende, het haaienvinnenpak. Hier zie je de verschillende detaillering op. Wow. En het was zo ontworpen dat men inderdaad sneller kon. En dat is later, ja, dat is later allemaal verbannen, want dat mocht niet meer, want dat was voordeel. Ja. Maar dit was allemaal precies op maat. Dus ook deze naden en alles was allemaal op de millimeter op maat gemaakt voor Inge. Want hoeveel objecten heb je hier liggen in totaal? We hebben in dit depot 6000 voorwerpen. 6000 voorwerpen? 6000. Maar red je het wel alleen dan? Want ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zo'n berg hebt liggen dat je denkt, nou wil ik ook wel gewoon dat stukje net ja, nou ja, dat is natuurlijk ook, hè, want er blijft heel veel liggen. En er zijn ook dingen die kosten en zaken en werkzaamheden die kosten meer tijd. En om die ook te kunnen doen, zoeken wij dus ook vrijwilligers. Hè. We zoeken een registrator en ook een vrijwillige fotograaf die kan helpen om het sporterfgoed nog meer in de belangstelling te krijgen. Dit is de posterfotoopstelling. Hier liggen dan allemaal, er zitten er dan veel meer in, de posters die gefotografeerd gaan worden. Die gaat dan hierop. Nou, Olympische posters zijn natuurlijk ook heel bepalend voor het beeld wat de Olympische Spelen werden meegegeven. En we hebben er wel veel, maar die hebben we gewoon niet kunnen fotograferen, omdat het gewoon lastig en groot is. En in feite zijn het wel ook hele mooie voorwerpen die we ook graag willen laten zien aan de mensen. En ook op onze digitale platform, waarin de mensen daar ook van kunnen genieten. Zit u te kijken en ben je gek op sport en denk je, nou, weet je, dat mooie werk van Bernhard, daar wil ik ook een bijdrage aan leveren voor dat depot van NOC-NSF. Meld je aan en ga naar gelderlandhelpt.nl. Misschien zit er nog wel een aftershave-luchtje aan. Ik ruik aan Anton. Nee, het ruikt niet naar aftershave. Dat is jammer, hè? Harry. Kom. Harry. Hé, jongen. Bij ons in het asiel vangen we honden en katten op. Zwerfhonden en zwerfkatten uit de gemeente Bommelerwaard. Soms krijg je ook wel eens pups binnen. Nou, die wil je niet de hele dag in een kennel hebben. Of hele oude hondjes. Nou, dat zijn hondjes waarvoor het heel prettig is als ze niet in een kennel hoeven te zitten, maar gewoon thuis op worden gevangen. Bianca, kom Bianca. Nee, dat gaan ze niet doen. Als gastgezin word je opgebeld. Of er een hond beschikbaar is. Dat er een hond beschikbaar is. De hond krijgt de ruimte om eerst het huis te verkennen. En dan de volgende dag, ja, dan ga je met de hond aan de slag. We gaan wandelen, knuffelen, de verzorging. En dan gaan we kijken of de hond luistert. Of een hond kan in paniek raken. Waar schrikt een hond van? Wat doet een hond? Nou, je ziet een hond dikwijls groeien vanaf een bang, angstig hondje. Zie je het vertrouwen komen in de mens. Ik zeg altijd, van de honden leren ze de hondenmanieren. En van ons leren ze de mensenmanieren. En ja, dat is prachtig als je ziet hoe een hond daarin meegroeit. Een hond is daar dankbaar voor. Dan kun je gewoon merken aan een hond. Een hond is dankbaar dat je hem daar geleerd hebt. Je moet goed in je schoenen staan. Je weet dat je afscheid moet nemen. Het maakt niet uit of een hond nou een dag bij je is, een week, een maand of een jaar. Het is altijd moeilijk. Maar je doet het voor een goed doel, dus ja. We willen allemaal dat honden dan een gouden mandje krijgen. Waar we naar op zoek zijn, zijn vooral gastgezinnen voor hondjes. Omdat we regelmatig honden binnenkrijgen die toch even wat extra hulp nodig hebben, extra zorg. En dan is het heel fijn als het in een huiselijke situatie kan, om de hondjes al wat meer te kunnen begeleiden. En wij zijn er natuurlijk niet van 5 tot de volgende dag. En dan is het fijn als ze gewoon, gewoon lekker in hun huis zitten, zeg maar. Lijkt je dit wat? Gelderlandhelpt.nl. Gaan we nu zingen. GVO is een activiteitencentrum waar vrijwilligers voor activiteiten zorgen voor mensen met een
Licht verstandelijke beperking, maar dat is niet verplicht. Je mag altijd komen. Het is een groep mensen die van zingen houdt. En één keer in de week samenkomt en daar heel veel plezier aan beleeft samen met de vrijwilligers. Waarom ben ik hier vrijwilliger? Ja, ik heb iets met deze doelgroep. Die mensen zijn zo puur en echt en zo zichzelf. En wij mogen onszelf zijn en dat is helemaal geweldig. Als ze goede zin hebben, hebben ze goede zin. Hebben ze slechte zin, hebben ze slechte zin. Ze zijn zoals ze zijn. GVO De Club is heel hard op zoek naar een pianist om bij het Sterrenkoor te komen spelen, zodat ze kunnen optreden. Onze oude pianist die is van de zomer gestopt en dat vinden we heel erg. Want wij hebben ook altijd gezongen bij Joachim en Anna, dat is een verpleeghuis. En daar zongen wij twee keer in het jaar in de kapel tijdens de mis. En dat doen ze al, hebben ze al 25 jaar gedaan. Dus net zoals Karel die je zag zitten, die zit er al 25 jaar bij. En die mensen vinden dat zo jammer. Dus als we een pianist kunnen vinden, al zou ze maar één keer in de maand hij of zij kunnen komen, dan zouden we al heel erg blij zijn. Nou, diegene die dus een pianist is en bij ons vooral Nederlandstalig goed kan spelen, alsjeblieft kom bij het GVO in Nijmegen. Alleen, u krijgt niks betaald. Het is nog een beetje vroeg, maar ik ben al helemaal in de kerststemming. Wat een sfeertje. Ik krijg toch helemaal zin in kerst. En bij kerst horen natuurlijk ook weer dit jaar onze kerstwensen. Het kunnen allerlei wensen zijn. Misschien wel voor jouw geliefde of je dierbare vriend of vriendin die je met iets wilt verrassen. Het kunnen ook hele gekke dingen zijn. Misschien heb je altijd al lekker willen knuffelen met een koe. Of wil je een oldtimer ritje voor iemand organiseren. Alles kan. Ga naar geldlandhelpt.nl, meld je aan en misschien gaat jouw wens wel in vervulling. Hallo, dag mevrouw. Ja. Mag ik u wat vragen? Pincode. De pincode. Kijk eens wat ik hier vast heb. Ja. Dat is een lekker taartje, toch? Ja. Weet u iemand aan wie we deze kunnen weggeven? Dan geven we hem maar mee. Nee, we geven hem natuurlijk aan iemand die, waarvan we dan zeggen, die verdient het echt. Kijk, we lopen gewoon naar binnen. Ja, we leuke mensen. Ja? Ah, die hebben toch vast ideeën, zeg. Kijk nou wat ik hier heb. Wat is dit voor gezellige boel hier? Gezellig, zo'n handwerkboel. Ja, handwerkclubje. Jullie kennen elkaar? Ja. Nou, dan moet er toch iemand zijn die jullie weten die deze taart verdient, of niet? Nou, Roos verdient het niet. Hij had vaker in het ziekenhuis geweest. Ja. En haar broer is ook heel erg ziek. Ja. Dus, hele moeilijke tijd. Ja, dat is een hele moeilijke Roos, tijd. Roos verdient ja. Is dat zo? Nou, ja. Ik zou zeggen hier. Nou, dank bij deze. Nou, we zijn alsjeblieft Roos. Ik gun je me van harte. Ja. Dank je wel. Ah. Nou, dat is nou hartstikke lief, hè? Ja. Ja, dat is heel ja. En is dat zo, wat er gezegd wordt inderdaad, is het moeilijk? Ja. Haar broer heeft ook een hartstilstand gehad. Dus, en die is niet drie goed. Drie weken geleden. En daar gaat het nog niet helemaal goed mee. Dus. Wat heftig. Ja. En is uw broer dan nog jong ook? 50, hè? 51. Oh, 51. Maar het is nog een kind. Ja. Ja dus dan had ze hem ook wel verdiend. Ja. Dus maar hoe gaat het nu met de verzorging en elkaar bezoeken? En... Ja, we verdelen het allemaal door de familie heen, want hij heeft zelf ook drie kinderen. Dus we gaan om beurt bij hem op bezoek, dat hij toch genoeg bezoek krijgt. Ja. En wat voor broer is het? Een hele lieve. Ja? Ja. Wat maakt hem nou zo leuk? Hij staat altijd voor me klaar en voor ons allemaal eigenlijk. Hoe heet hij? Peter. Peter. Ja.
zul je ontzettend blij zijn dat je hem nog hebt? Ja, zeker. Wij allemaal. Dat is de enige broer. Ze had ook geen zusjes, dus. Nee, dus ja. En nou op naar beterschap, hè? Dat ja, nee, daar gaan we voor. Dit jaar achter ons laten en volgend jaar weer een nieuwe start. Nou, ik vind ook dat je meer dan verdiend hebt. Een hartstikke fijn dat we zo goed met elkaar klaarstaan. Ja, ja. Doen we ook. Ja. Ja. We hebben hem verdiend. Ha? Nou, Roosje. Geniet er lekker van. Ja. Hè? Ja. Ja. Elkaar. Dat komt wel goed, hè? Ja. Heel veel sterkte. Ja. Lekker vanavond bij de koffie. Ja, oké. Ja. Gaan we van Arnhem naar Zutphen, waar in het muziekmuseum hele bijzondere piano's staan. Dit is een bijzondere piano. Dit is van Marie Antoinette. Met Marie Antoinette is het niet zo goed afgelopen. Met die piano's, die 17, die piano's die ze had, ook niet zo heel erg. Er zijn er twee over. Eén staat in Londen en één staat hier in Zutphen. We zitten aan een hele belangrijke piano, want in Londen rond 1760 was er een meneer en die dacht van, als we nou een kleine piano maken, dan kan het gewone volk ook piano spelen. En die waren niet duur en iedereen kon ze dus eigenlijk kopen. Dus het was echt letterlijk de democratisering van de muziek. We hebben nog een ander volkssprookje in Zutphen. En dat is het verhaal dat Beethoven wellicht in Zutphen is geboren. Omdat papa Beethoven ging zingen op de jaarmarkt en mama Beethoven is hier in een logement, de Franse tuin, bevallen van het kinderke Beethoven. Dat is het verhaal. Er is een geboortebewijs in Bonn en daar staat Ludwig van Beethoven. Maar Ludwig zelf heeft altijd volgehouden dat het geboortebewijs is van zijn broertje die 2 jaar eerder was geboren en die na enkele weken is overleden. Dus er is nooit onomstotelijk bewezen dat Beethoven in Bonn is geboren. En zo is er ook nooit onomstotelijk bewezen dat Beethoven niet in Zutphen is geboren. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om in zo'n prachtig pand en in zo'n, wat mij betreft, leuke omgeving vrijwilligerswerk te doen. En dan moet je denken aan het ontvangen van bezoekers, het helpen bij rondleidingen. Je moet het leuk vinden om iets te vertellen over piano's. Je hoeft geen muziekkenner te zijn. En je moet het leuk vinden, lijkt mij, om in zo'n prachtig oud pand te kunnen werken. Aan de 14 december en dan vieren wij het Dickens Festival in Hengelo in het centrum. Nou ja, het is denk ik voor Hengelo in die zin belangrijk dat het is een gebeuren waar je de mensen vanuit Hengelo in de omgeving laat meegenieten. En ik denk dat wij denken dat dat in ieder geval ook belangrijk is voor Hengelo, dat er iets georganiseerd wordt, maar dan ook dat mensen daar actief aan deelnemen. Dus dat is wel onze insteek ook. Het moet niet een elite groepje worden, het moet een evenement zijn voor alle inwoners, zeg maar. En daar probeer je zo breed mogelijk mensen bij te betrekken. En hier statushouders, die proberen we ook te betrekken. Zoals de kleermaker, zeg maar, die hier werkt in deze winkel nu, die proberen we ook daarbij te betrekken. En die doet dat ook, die vindt het ook leuk om te doen. Ja, heel mooi, heel goed. Ja, ik... Ook weten wat Nederland was, wat kleding voor Nederland was. Ja. Vind je mooi om te zien? Ja, heel mooi, ja. We zijn op zoek naar oude kleding, materialen, zeg maar, waar je, zeg maar, hoeden, petten, sokken, noem maar op. Maar het mogen ook stoffen zijn die mensen zeggen van, nou, daar heb ik toch niks meer aan. Daar kunnen we vaak wel weer kleding van maken, dus daar zijn we zeker naar op zoek. Wat een prachtig plaatje. Help ons voor mooie kleding. En daar kun jij nog wat aan bijdragen. Gelderlandhelpt.nl.
Ook voor alle andere vragen kun je daar terecht. En heb je een wens? Laat het ons weten. Nou, diegene die dus een pianist is en bij ons vooral Nederlandstalig goed kan spelen, alsjeblieft kom. U krijgt niks betaald. Oh, 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 oh.